Slachterij Hilkman zal rond februari tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor nieuwe projecten aan het Waalfront. Het bedrijf is tot en met 2016 in gebruik geweest. Slachterij Hilkman is al even niet meer. Het gebouw waar vee en varkens werden gedood ligt er sinds de sluiting in 2016 verlaten bij. Het is een groot, donker complex vol gangen die leiden naar immense hallen. Hallen waarvan de lampen al maanden niet meer hebben gebrand. Sporen van het gebouw, haar bloedige verleden, zijn moeilijk te vinden wanneer je er doorheen loopt. Vooral de geur van vocht en stof blijft hangen. Her en der zie je nog wel een indicator van de oorspronkelijke functie, zoals de rails waar de karkassen aan vleeshaken hingen. Dat het een fabriek met personeel en bedrijvigheid is geweest, blijkt wel uit de voormalige kleedkamers. De stickers van medewerkers om hun kluisje op te kallevateren zullen verdwijnen wanneer het gebouw tegen de vlakte gaat. Ironisch is het hoe men de nieuwbouw kan zien liggen vanaf het Hilkman kantoordak. De nieuwbouw die dichter en dichter om de slachterij heen komt te liggen en het uiteindelijk zal opslokken. Want daarom gaat het gebouw tegen de vlakte. In 2016 bleek dat de vleesverwerker het hoofd niet boven water kon houden en verkocht het pand aan de gemeente. Deze wilde het gebied gaan ontwikkelen terwijl de slachterij dan een financiële impuls kreeg om te verhuizen. Het tweede gebeurde nooit, maar het ontwikkelen van de grond waar Hilkman op staat zal doorgaan.